Ik zie dat het alweer mooi weer is. Ja, ik heb heel veel boeken gelezen. Eigenlijk niks gedaan. En het is ja, fucking lekker weer. Hey Glenn. Hey Bart, wat doe jij hier? Zo. Nou, ik heb je al lang niet meer gezien. Ook niet in de stad of zo. Dus ik dacht, ik ga even kijken. Ja, inderdaad. Ik had er geen zin. Ik dacht, laat ik even kijken wat er gebeurt als ik er niet ben. En ik had gewoon zin om lekker boeken te lezen. En ja, niks te doen eigenlijk. Misschien kunnen we even naar de herberg gaan of zo, of iets drinken om even bij te praten en zo. Ja, inderdaad. Ik wil eigenlijk ook wel weer eens met gewoon gezellig met de dorpelingen praten. Want ja, het is natuurlijk een tijdje geleden. Waar ga jij maar voor? Zou je voor dat er ineens mobs of zo lopen? Ik bedoel, ik ben niet zo'n hele sterke. Ja. Nou, dat zit bij mij wel goed hoor. Ik bedoel, elke dag. Ja, jij moet al die zware testen, dus dat. Ja, en ook elke dag met een hamer op een zwaard slaan. Dan krijg je wel. Ja, daarom, dan krijg je wel spierballen van. En ik heb al 2 weken niks gedaan, dus. Ja, maar. Het is veranderd. Ja, er is heel veel boerderij zeg maar, bijgekomen. Dat heeft. Dat heeft Bjorn wel goed gedaan, dus. Ja, inderdaad. En. Wow. En ik zie. Echt wel, jouw ding is ook mooi geworden. Jouw werkplaats, laat ik het zo noemen. Ja, ik heb mijn ovens vergroot. Zoals je kan zien, het zijn er nu 4 in plaats van 2. Als één uur rand is, dan zijn het wel die pint van jou. Echt afschuwelijk. Wat moet ik eraan doen? Zorgen dat je het beter voor elkaar krijgt. Yo, hey. Len en Bart. Alles goed? Hi. Ja, prima, met jullie? Nou, niet zo goed, want... Ja, maar een probleem. Stel jij het maar. Ja, hij vindt mijn bierkwaliteit niet zo goed, dus... Echt slecht zelfs. Ja, maar ja. Is dat ook zo, of is dat gewoon omdat je... Ja, ik proef het nooit. Niet te zuipen. Kijk, ik proef het nooit, want voor mij gaat het gewoon om het geld. Ja, inderdaad. Mijn klanten willen het niet. En ja, dan moeten we dat dan doen. Kan ik het proberen ofzo? Ja, ik heb... Het geld hebben we wel, maar... De spullen niet. Dat wordt het probleem. We hebben te weinig hout. Ja, ik heb hier wel wat hout, maar er moet inderdaad... ik zie dat... er is wel redelijk wat bijgebouwd, maar... Het bos dat ik heb had, is ook gewoon helemaal weggekapt. Daar hebben we ook echt geen fucking reet meer aan. Nu. Ja, ik heb hier wat hout voor je. Ik weet niet of je daar wat aan hebt. Nou, ik kan wel beginnen met het bouwen, want ja, natuurlijk. Ik kan ook wel redelijk wat gebouwen. Maar het is misschien iets onwijs. Ja, we kunnen starten, maar ik denk... De ovens en voor Bart om zijn... kolen, houtskool en alles. Nou, oké. Okay. We moeten sowieso een nieuw bos gaan zoeken met z'n allen. Dus dat is wel, wel vrij lastig. Ja, inderdaad. Ja. En dan moeten we daar ook een kamp op zetten. Gewoon een houthakkerskamp. Met betere paden erin, zodat je niet kwijtraakt. En we moeten ook even wat karren hebben om er überhaupt wat hout mee terug te nemen. Maar ja, misschien kunnen we dan ook beter eerst paden vinden. Ja, dan moeten we ook weer stallen bouwen. En daar hebben we ook weer hout voor nodig. Dus oftewel, alles ligt aan het hout. Ja, oké. Okay. Nou ja, maar, we kunnen hier verder over discussiëren, maar we moeten dus gewoon conclusies trekken, lijkt mij. Dus wij regelen het bier en jullie regelen het hout dan? Prima. Ja, dat kunnen we wel doen, denk ik, hè. Ja, oké. Okay. Okay, is goed. Nou, Bjorn, dan gaan we daar eventjes weer in die klote herberg over hebben. Ja, gezellig. Ja, succes, jongens. Zo, nou, daar zitten we dan. Het probleem is, we hebben echt hout nodig om alles voor elkaar te krijgen. Ja, maar dat zou de Bart en Glenn toch al gaan regelen. Ja, maar het punt is, dat bier ook, hè. Daar hebben we dat hout hard voor nodig. Maar ik denk dat we iets van wagens moeten gaan maken om in ieder geval het bier beter te verplaatsen. En daar hebben we paarden. Ja, wat beter vervoer en al, ja. Of ezels, maakt niet uit. Ezels zijn wel even goedkoper. Dus ja, en die kunnen ook wat... Ja, pak ezels, hè. Precies. Maar... voor het bier, hè? Waar hou jij dat meestal vandaan? Waar is dat precies? Ja, ik heb een brouwerij daar in de grens zitten, maar ik ken nog wel iemand en die is er ook wel goed in. Zijn naam is Raymond en misschien kan hij een nieuwe brouwerij met ons beginnen. Ik denk dat we dan maar even naar Raymond toe moeten. Het aan hem voorstellen en kijken of hij het oké vindt. Ja, ik denk het wel hoor. Ik denk dat dat de enige optie is hoe we überhaupt aan betere drank kunnen komen, want dit kan echt zo niet meer. En dan moet ook nog toch... Waar woont hij eigenlijk? Heb je enig idee? Ja, ik weet nog niet of hij een huisje heeft. Misschien... hij moet niet bij jou in de herberg.
Ah, Michel. Nou, we zochten jou eigenlijk. We hebben een brouwerij nodig hier, want we hebben gewoon drank nodig in onze stad. Ja. Ja. En we hebben gehoord dat jij dat best wel goed kan. Ja, dat kan ik redelijk goed, ja. Maar wat zou je dan nodig hebben? Nou, we hebben vooral, om te beginnen, hier natuurlijk gewoon pils nodig. Dus gewoon, ja, eigenlijk bier. Want we zitten er gewoon doorheen en we hebben alleen nog maar ranzig spul. Ja. En het gebouw en zo wordt geregeld. Maar dan lever je wel voor de eerste paar seizoenen grotendeels gratis. Maar dan heb je al wel meteen een onderkomen in deze stad. Ja, dat zou wel fijn zijn. Maar ja, ik kan kijken. Maar ja, als je gewoon al wat maakt voor het begin, dan zullen we al heel blij zijn. Want we hebben nu echt nu wat nodig. Want ja, we krijgen een beetje boze klanten, vooral ik. En ik ga er financieel gewoon onderdoor. Ja. Anders. Ik zal kijken wat ik kan doen. Oké, dat is mooi. Dan spreek ik jou later nog wel. Fijne avond toegewenst ondertussen al. Ja, hetzelfde. Volgens mij... Ja, het is Bos! Het is Bos! Dat is goed teken. Het enige probleem wat we nog hebben, is dat we iets moeten hebben waar we het mee kunnen vervoeren. Maar dat is een latere zorg. Kan je even hier wat neerzetten dat we weten dat we hier al mensen zijn geweest en wat eigenlijk een soort van gekleed is? Ja, ik denk dat dat wel goed is. Want extra chest erbij kunnen we ook een beetje opslaan. Ja, dat. Laten we gauw weer teruggaan om het te vertellen. En ik hoop dat we hier... Het is best wel groot volgens mij, dat is fucking vet. Het ziet er wel groot uit inderdaad. Ja, inderdaad. En dan moeten we... Ja, oh, damn. Pak hem wel. Ja, is goed. Oké. Nou ja. Het is fucking chill. En we gaan terug naar de stad. En we gaan dat tegen Tim vertellen.